weer terug op de rommelmarkt vandaag op Koningsdag. En het is druk en het is gezellig. En iedereen heeft wat aan te bieden. En hier hebben we weer zoiets moois. Allemaal spullen, zeg maar allemaal. Ik zie hier truitjes, schoentjes zie ik gewoon. DVD's en boeken en van alles en nog wat. Kinderspeelgoed. U bent mevrouw? Borke. Mevrouw Borker. Ja. Prima. Wat heeft u de zolder leeggehaald? Nou, mijn kleindochter, mijn dochter, nog een kleindochter en mijn achterkleindochter. En die hebben allemaal de zolder leeggehaald? Die hebben gezellig allemaal de zolder leeggehaald. Oké, okay, en wat hebben jullie allemaal afgesproken? Nou, alles mag weg, hè. Ja, oké, okay, maar zijn die spullen al eerst allemaal bij u thuis gebracht of is alles hier naartoe gelijk hier naartoe gekomen? En het is gewoon van generatie op generatie. Ik ben nu in de vierde generatie, dus dat is gewoon lekker doorgegaan. Oké, is dat ook een beetje te zien aan de spullen, dat ze vier qua generatie? Nou ja, het is van de dochter, kleding, van de kleinkinderen, speelgoed van, ook van de kleinkinderen. En nou ja, allemaal leuke dingetjes. Okay, en hoe gaan de zaken? Goed, hè? Ja, wel aardig. Ja, hoor. Ja. En wat is de opbrengst tot nu toe? Ja, we gaan best goed. Jij hebt al veel meer, hè, ontvangen. Ja, dat is klein. Ik heb denk ik al €35. Ja. En Dat is mooi. Wat ga je ermee doen met dat geld? Je spaarpot? Ja, ik ga denk ik sparen. En misschien de kermis is er, dus misschien ga ik er ook van. De kermis, dat is niet echt sparen, hè? Nee, misschien... Ja. Ah, maar joh, je bent maar één keer jong en je moet lol maken en dan ga je gewoon naar de kermis. Ja. Hey, veel plezier, hè? Dankjewel. Ja, we zijn eigenlijk op een rommelmarkt, hè? Het is niet echt rommel worden hier verkocht, hè? Nee. Hollandse aardbeien, je mag ze proeven. Hollandse aardbeien, ja. Proef ook. Oranje aardbeien. Ja, laat maar eens eentje proeven. Ja, natuurlijk. Ja? Gewoon eentje proeven. Ik geef wel een bakje mee. Wat ik zou zeggen, kijk, zeg. Heerlijk! Voor de lokale omroep, hè? Alsjeblieft. Dankjewel. Ja, we gaan het met de collega's verdelen. Prima. Veel succes, hè? En nog steeds gezellig druk hier op de rommelmarkt tijdens Koningsdag. En ik sta hier voor me, ja, toch wel een beetje ongebruikelijk. In plaats geen oude boeken, geen oude kinderkleding, geen oude kinderspeelgoed. Maar schroefjes en boutjes en spijkertjes en van alles en nog wat. En naast mij staat mevrouw... Joanne Remmers. Goedemorgen. Goedemorgen. Het is het nog net. Ja. Ja, dat is toch wel een bijzondere verzameling wat u er in de koop aan te bieden heeft. Jazeker. Die was veel groter vanochtend, maar het is allemaal van mijn schoonvader geweest. En dat is zoveel. Dat kan ik echt niet gebruiken. Nee, het is niet echt wat je op een rommelmarkt verwacht eigenlijk. Allemaal schroeven, boutjes, spijkers, allerlei soorten en maten. Nog wat verlichting ook nog. Ik neem dat uw schoonvader is overleden? Ja, een paar jaar geleden. In 2007. Maar ja, stil heb ik nog een heleboel spullen van hem. En ik moet zeggen, die gingen net als water. Ja. Ik heb behoorlijk wat verkocht. Zeker interessant voor mannen. En ik heb, als je ziet, een heleboel kabeltjes van de computer en weet ik nog wat allemaal. Dus ja, het is echt best goed. Ja, het is echt heel bijzonder. Dus, en hoe lang heeft het allemaal op zolder gelegen? Ik zou het niet weten, maar als je goed kijkt, sommige spullen zijn van 1960 of zo. Ja, maar dat maakt niet uit. De schroeven en spijkers zijn tijdloos. Precies. Nee, maar dat is behoorlijk wat, hoor. Ja. Maar in ieder geval, we zijn halverwege de dag en u bent nu al tevreden. Ik ben zeker behoorlijk wat geld verdiend, dus ik ben heel blij mee.